lering en de vermaak. Na de eerste succesvolle editie, nu al een begrip in Noord-Holland, bij ons aan tafel, Sylvia Wardenaar, van het Schager Cabaret Festival. Welkom. Dankjewel. Op 4 oktober, dan begint de tweede editie. Drie. Nou, dan is het goed dat we dit nog even recht zetten. De tweede editie, er zijn een aantal dingen veranderd. Ja. Bijvoorbeeld een voorzitter uit Amsterdam. Ja. Leg eens uit, want het is het Schager. Ja, klopt. Ik kom ook niet meer uit Schager. Ik ben hier geboren natuurlijk. Ja, maar jij bent in Roetsie liggen. Dat klopt. Nee, ja. We hebben een complete bestuurswisseling gehad. En als je dat midden in een heel proces hebt, dan heb je niet veel keus. Namelijk, we willen door en we gaan door en we gaan voor snel. En dit was snel. En we hebben iemand die een persoonlijke coach is van mensen, een loopbaancoach. En die bood zich aan als coach van onze deelnemers. Leuk. En werd ook een voorzitter. En het is voornamelijk ook een voorzitter op papier nodig natuurlijk. En daarnaast kunnen we lekker aan het werk met mensen uit de buurt. We hebben heel veel vrijwilligers geworven de laatste maanden. En we zijn met allemaal mensen uit de buurt juist Doen. Ja. Dus. Nee, omdat we vorig jaar, hebben we ook, wie hebben we toen hier gehad? Kots. Kots hebben we toen hier gehad. Want er waren natuurlijk best veel deelnemers die uiteindelijk niet uit Schagen kwamen. Ja, klopt. Ja, we hebben dat natuurlijk nooit zo bedacht. We gingen door met vanuit een schoolcabaret van we gaan iets doen hier in de buurt. Hans Duin heeft het geopperd en bedacht. En met Rutger-Jan Bredewold zijn we met z'n drieën gaan brainstormen. En daar kwam iets uit wat ging groeien en groeien en groeien. En dat is iets heel leuks geworden. Maar dat werd bekend en het was dus duidelijk dat er vraag is in Nederland naar een plek voor jonge mensen die iets willen op een podium. Er zijn heel veel podia, maar je staat er niet zomaar. Ja. En dat wij die vlieguren en die plek kunnen bieden, dat is wat ons groot heeft gemaakt in één seizoen. En dus nu zijn we bij alle opleidingen in Nederland bekend. En werd ik gisteren zelf door de directeur van één gebeld. Van, mag ik komen kijken? Dat zei ik natuurlijk. Maar het zou toch leuk zijn als er dan heel veel talent uit de kop van Noord-Holland, laat ik dan niet alleen Schagen, maar uit de kop van Noord-Holland, daar op het cabaretfestival zijn kunsten laten. Maar ik heb ze A, niet aan een touwtje. En B, is het natuurlijk ook zo dat we niet kunnen verwachten dat er elk jaar een nieuwe Karin Bloemen komt. En als ik kijk wat er afgelopen jaren uit Schagen is gekomen, en als we dan kijken dat we vorig jaar en Kots hadden met Marleen van Son en Edwin Klaasinga hebben die goed aan de weg timmert, dan zijn dat er dus al twee. Die gewoon al heel ver zijn. En dat is eigenlijk voor 10 jaar al misschien wel op. Dus ja, dat betekent niet dat we 10 jaar kunnen zeggen, nou doen we het niet. En dan wachten we tot er weer eentje is. Nee, dus, maar dat is, ik had het ook anders gewild. Maar zo werkt niet. Want een hele leuke jongen uit Den Helder, die had zich aangemeld. Maar die is 19 en die staat daar dan in zijn kamertje met een filmpje. En dan denk ik, kom. En dan zegt hij, ja, ik durf niet. En dan denk ik, je hebt ook weer gelijk. Dus die komt niet. Terwijl ik wel op mijn lijstje stond. En dan denk ik, ja, we hadden dus eentje uit Den Helder. En nou hebben we iemand uit Bresant. En dan denk ik, nou, ik geef je een kans. Ja. Maar ja, ik heb ook allemaal kanonnen uit de rest van het land. Dus we gaan het zien. Nee, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment ervoor kiest van, oké, de naam is het Schagen Cabaret Festival. Nee, maar dat is het platform voor heel Nederland. Maar ja, wij dachten, we krijgen ze uit de buurt en we maken een klein festivalletje. Maar we werden gewoon een soort nieuwe kop van het Holland Festival. Zo groot zijn we nu. Alsof we een klein broertje van het Leids en het Kamaretten zijn. En we zijn een soort opstartding. Wat je hebt een Griffioen en je hebt een Gronings. Ja. En je hebt gewoon nu ook een kop van het Holland. Nou ja, en jullie hebben Jurgen Rijman. Ja, dat is natuurlijk. Hoe kom je daar nou weer aan? Ja, Jurgen. Ja. Nou, die krijgt meteen helemaal kleur. Ja, dat is leuk. Nee, ik ken Jurgen al heel lang. En Funda Moesje, die ons natuurlijk vanaf het begin vriendin van mij en cabaretière, die bij ons is aangesloten van, we gaan hier iets tofs van maken. Zij woont in de Wormer en we hadden zoiets, we gaan, Zaandam is dan net, hè, die vinden ook dat ze dichter bij Amsterdam zitten dan hier. Nou, prima. En Alkmaar weet ook nog niet wat ze willen, maar Den Helder en Horen en Heergewaard, doe mee. En Funda zei, we gaan ervoor. En wij zaten met z'n drieën ergens. En toen zei we, hey Jurgen, heb je wat te doen op 11 december? Toen zei hij, nu wel. Nou, toen was het klaar. Ah, leuk. Dus dat is gewoon leuk, ja. En mogen jullie dan in heel veel facetten misbruik van hem maken? In de zin ja, van, dat is altijd lastig. Maar ik zat naast hem bij, we waren bij meneer Rutte. Op het opening van het sportjaar. Ik ken meneer Rutte al. En toen hadden we te eten met z'n allen. En hij zat naast me. Ik zeg, nou, dan heb je hier mijn telefoon. Maak maar een filmpje. Nou, heeft hij gedaan. Dus dat is begonnen. Hij heeft een filmpje gemaakt om te zeggen dat hij het doet. Nou, dat is al leuk. En ja, weet je, hij heeft de druk. Dus ik kan niet heel veel letterlijk met hem doen. Maar hij doet mee. Dus we mogen hem noemen. En sorry dat ik jou nog even voor ben. Deelnemersveld, heb je al enig zicht op? Ja, ze zijn allemaal bekend. Ze komen echt uit het hele land. En we hebben ook alle leeftijden. De jongste is 19, de oudste is 56, geloof ik. Mm. En dat is volgens mij ook degene die vorig jaar al meedeed. En we
Dat is wat wij proberen, is iedereen echt een juryrapport te geven van meerdere bladzijden, waar echt heel veel tips in staan. En daar kunnen ze dan mee aan de slag. Want we hebben nu 21 deelnemers dit jaar. En dan gaan er maar 7 door naar de halve finale. Maar al diegenen die gespeeld hebben, krijgen allemaal dat juryrapport met tips en tricks van onze... Ja. We hebben dit jaar ook een jongere jury. Dus we hebben een professionele jury en een jongere jury. We hadden zoiets, ja, de jeugd heeft vaak een andere mening, maar die is wel goed om te horen. Dus die gaan hun eigen juryrapport maken. En dat krijgen alle deelnemers mee. En ja, die Dick Keulemans heeft dus bedacht, ik kom gewoon terug met wat ik dit jaar heb geleerd. 3 oktober de eerste voorronde. Ja. Hoe ziet het programma er verder uit? 3 oktober en 10 oktober zijn de voorrondes. Die zijn in het Regius College aan de Emmalaan. Maken we van de theaterzaal ons eigen theatertje. Want het Skagon Theater is niet vol. Want ja, daar hebben we stamp. Hè? Kun niet alles, die zitten zoveel dagen. Dat is alleen maar goed natuurlijk, dat er heel veel gebeurd is graag. Daar zijn we heel blij om. En daarna gaan we wel naar het Skagon. Dat is in november hebben we de halve finales. En dan 11 december in Cadans de finale. Leuk. Dus volgende week zaterdag is het al. Heel veel succes. Dankjewel.